toen ik ben begonnen aan dit nummer, aan het schrijven van dit nummer, toen merkte ik de avond daarvoor al dat het onderwerp mij best wel hoog zat. Mijn moeder had me onlangs verteld wat er was gebeurd in haar jeugd en wat er toen allemaal speelde in de familie. En dat was echt ontzettend heftig. Daar heeft ze te maken gehad met seksueel misbruik. En ondanks dat ze me niet alle details had verteld, was ik wel heel erg onder de indruk van het verhaal. En dat deed een heleboel met me. Toen merkte ik al van shit, oké, ik moet hier iets mee gaan doen. En eigenlijk altijd als ik ergens iets mee wil doen, emotioneel gezien, en ik merk dat ik een blokkade in mezelf voel, dan ga ik achter de piano zitten en dan ga ik gewoon schrijven. En dan begint het eigenlijk met het maken van een paar akkoorden. En dan denk ik, oh ja, dit klinkt lekker. Dit klinkt lekker mineur in plaats van, dit klinkt heel blij. Dat is majeur. En dan ga ik op zoek naar de akkoorden die passen bij mijn gevoel. En zodoende had ik eigenlijk al heel snel 4 akkoorden die heel mooi pasten bij wat ik voelde. Dus meteen toen ik de helft had geschreven, heb ik mama al opgebeld en gevraagd, hey, ik ben bezig met dit onderwerp. Vind je het oké als ik hier een nummer van ga schrijven? Want het stukje wat je me vertelde over je trouwjurk, dat raakte mij zo enorm. En dat maakte echt iets in mij los. Daar wil ik iets mee doen. Het was zo mooi beeldend wat je beschreef. En dat vond ze goed. Dus toen ben ik doorgegaan met schrijven. Want toen had ik een go op mijn proces. En dan schrijf je gewoon door. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Dit thema is nu gewoon ook iets wat je zoveel hoort de laatste tijd. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er verschillende verhalen gedeeld worden van mensen die ook weer andere mensen kunnen helpen om ook hun verhaal te delen of erkenning te geven. Dat ze er niet alleen in staan. Mijn moeder is zo dapper geweest dat ze haar verhaal met mij en later ook echt online heeft gedeeld. Dat ik haar ook heel graag iets terug wil geven. En hoe tof is het dat wij een hele locatie hebben geregeld waar we met een volledige filmploeg, een fantastische vleugelpiano en een hele goede pianist straks haar gaan verrassen. En daar ga ik het nummer voor haar zingen. Ze weet nog helemaal van niks. Dus ze wordt straks helemaal overspoeld met 5 camera's op haar gezicht. En al denk ik dat ze dat zeker aan kan. Ja, dan ga ik live het nummer voor haar zingen. En ik hoop dat ze er heel erg veel aan heeft. Hallo. Hallo. Die doorlopen naar binnen. Ja. En dan linksaf. Welkom. Linksaf. Moet ik hier links? Nee, dat moet je niet. Nee. We gaan de trap omhoog. Wat gebeurt er allemaal? Gaan we naar links? Ja. Ik weet het wel. Ik denk dat de opname bezig is. We zijn toch met de opname bezig voor de video. Die mogen besteden. Hallo. Hallo. Nou, wat zie je er fantastisch uit. Ja, is het goed? Ja. Ja, ik ben een jurk aan. Weet je al wat we gaan doen? Ik weet niet wat we gaan doen. Ja, ga lekker zitten. Dat komt wel even bij je zien. Want je weet, mam, dat ik aan je heb gevraagd, of toestemming heb gevraagd, mag ik een liedje schrijven over wat gebeurd is? En over je verhaal wat je deelde op Facebook. Ik dacht ook dat het voor jou heel belangrijk was om erkenning te krijgen voor dit stukje verhaal wat je nu deelt. En goed, het zal geen verrassing meer zijn dat ik dat nummer straks voor je ga zingen. Of voor jullie ga zingen. Dus ik hoop dat je het mooi vindt. Het is echt eentje voor jou. En we nemen hem ook op, zodat alle mensen die dit verhaal herkennen, dit ook kunnen horen. En ook je steun aan hebben. En dat jouw verhaal, je gaat het ook horen in de tekst, maar dat het niet alleen, dat het niet voor niets was. Heel mooi, dankjewel, lief. Dan gaan we hem spelen en zingen. Veertig jaar later, fucking 40 jaar later, sta je verslagen,
met je trouwjurk in je hand. Nooit onbedekt durven dragen, is met een vest omgeslagen. En nu 40 jaar later, kom je erachter hoe dat kwam. Hoe die eikel die zichzelf familie noemt. Je gebruikte hoe je jezelf misschien vertelde, het was goed bedoeld. En je schaamde, want je zou toch niet diegene zijn die families uit elkaar trekt. Maar het doet nog wel het meeste pijn. Achteraf dat je niks mee gedaan hebt, laat het een les zijn voor alle meisjes, alle jongens, alle mensen. Voor het kenbaar maken en niet overtreden van de grenzen, laat het een les zijn. En je pijn niet voor niets zijn. Zo lang verborgen, zo lang geborgen. In je lichaam, je hoofd en je hart. Nooit uitgesproken, verzwegen, gebroken. Wilde dat het er gewoon niet was. Maar ik ben trots op je dat jij na verzwegen jaren toch vertelt wat er was om nu te bewaken. Dat er meer zijn zoals jij. Veel te lang rondlopen met pijn. En niet goed weten waarom zij niet zichzelf durven zijn. Dus laat het een les zijn. Laat dit niet voor niets zijn. Waarom schrijf ik dit voor jou? Omdat ik zoveel van je hou. Ik wil dat jij opnieuw herstelt. Jezelf zijn kunt in je vel. Je bent een powervrouw, een voorbeeld voor zoveel om ons heen. Wat er met jou gebeurd is, daar kan niemand, niemand, niemand meer omheen. Dus laat het een les zijn. Wat een erkenning. Super. Ja? Nou, daar zitten we. Het verhaal achter het nummer. Want dat is natuurlijk allemaal begonnen naar aanleiding van een Facebookbericht wat je hebt geplaatst. En daarvoor afgaan natuurlijk een heel gesprek met ons, kinderen, wat er is gebeurd. En ik voelde heel erg de behoefte om daarover iets te delen. En dat had jij natuurlijk ook. Kun je daar wat over vertellen? Er is natuurlijk de laatste maanden heel veel te doen geweest over MeToo en al die verhalen. En toen dacht ik, wie ben ik om dan niet mijn verhaal ook naar buiten te brengen? Want dat is in feite de essentie van MeToo, is dat vrouwen naar buiten treden en niet langer zwijgen, weet je. Want het maakte ook heel veel bij jou los op dat moment, toch? Dat toen dat allemaal naar boven kwam. Ja, toen het allemaal in de media naar boven kwam. Toen was het net alsof er bij mij ook weer een heel stuk wakker werd. Ik weet nog dat ik voor de tv zat. En dat er een vrouw met een kooltrui in een praatprogramma zat te vertellen. En zei, er zijn dus heel veel vrouwen die hun décolleté niet meer durven laten zien. Die dus zich bedekken. En toen kwam ineens het beeld bij mij van mijn trouwjurk. En toen dacht ik ineens, hey. Dus dat stuk werd ineens helemaal wakker. En ja. Je werd heel emotioneel. Toen werd ik daar heel emotioneel toen ik naar dat programma keek. Toen dacht ik, verrek, dat is bij mij eigenlijk ook zo geweest. En toen dacht ik, ik doe het aan de hand van die jurk. Ik laat het die jurk vertellen eigenlijk. Ja, want wat vertelde je precies in dat Facebookbericht?
Nou, wat ik in dat Facebook-bericht eigenlijk vertelde, is dat ik een hele mooie trouwjurk heb gemaakt. En het, ja, weet je, je maakt een jurk en je doet je best om er zo mooi mogelijk uit te zien. En als ik dan nu naar trouwreportages kijk, dan zie je allemaal jonge vrouwen die daar met blote schouders en ja, voor een allermooiste staan, weet je. En toen realiseerde ik mij ineens van, ja, ik ben eigenlijk tot op de dansvloer, tot 's avonds laat, heb ik steeds mijn jurk bedekt gehouden. Dus die hele mooie jurk, die heb ik nooit kunnen tonen. Ik heb mezelf eigenlijk tekort gedaan door niet volledig mezelf te laten zien, zo mooi als ik in die jurk was. En had je ook een doel naast het uiten van je eigen verhaal toen je het deelde? Zit er verder nog iets aan vast of heb je dat nu misschien? Nou, ik ben sowieso altijd wel een voorstander geweest van taboes doorbreken. Alles op tafel? Alles op tafel. En ja, eigenlijk heb ik, dat is ook een beetje omdat ik denk dat alles wat je in het licht zet, precies, dat is er dan daarna ook niet meer. Er gaat geen energie meer heen om iets verborgen te houden, weet je? Mm. Dus je maakt eigenlijk alle energie vrij. En weet je, ik heb er ook wel voor gekozen om het in de metafoor van de trouwjurk te doen. Ja. Ik bedoel, ik hoef niet tot in detail te vertellen wat er is gebeurd. Nee, dat is niet. Dat is denk ik ook niet de bedoeling van het hele MeToo gebeuren, weet je? Maar je hebt het me nooit verteld. Nee. Dit jaar. Ik ben 26. Ja, klopt. En dat komt ook, denk ik, omdat het nu pas. Of ja, ik moet niet invullen. Hoe komt dat? Ik verwijt je niks. Nee, nee. De persoon die mij lastiggevallen heeft, die is vorig jaar overleden. Mijn moeder, die ik wilde beschermen, is vorig jaar overleden. Daardoor is er ook een laatste stukje behoefte van mij om families bij elkaar te houden. Of, hè, is weggevallen. Ja. Dus ik heb het gevoel dat ik niks meer te verliezen heb. Nee. Ik was net 18, dus ik heb mij zelf altijd voorgenomen, je bent een volwassen vrouw. Je bent 100% verantwoordelijk voor wat je zelf doet. Yeah. Want zo was ik opgevoed. Yeah. En ik wilde ook heel graag volwassen zijn. Mm. Ik wilde niets liever dan die verantwoordelijkheid dan die kunnen dragen. Ja, dan die verantwoordelijkheid. Ja, ja, en natuurlijk schaam je je dan, want je denkt van, goh, waarom heb je dat gedaan? Ja, je wil niet dat een gezin uit elkaar valt. Je wil niet dat mensen gaan scheiden door iets wat jij hebt toegestaan of toegelaten. Of ik vond in die tijd heel erg als gezinnen gingen scheiden en kinderen daar de dupe van werden. Is het ook? Ja, dus dan denk je van, ja, nou ja, zie het maar als een soort opoffering of zo. Voor het hogere doel of ja, ik weet het niet wat het was. Maar het was in ieder geval niet goed. Nee. Het was niet zoals het hoorde. Maar als je erin zit, heb je een ander perspectief dan wanneer je op een afstand ernaar kijkt. En ik kan natuurlijk nu op een afstand ernaar kijken. Het was heel anders. Ik vind het heel stoer van je dat je het hebt gedeeld. En dat ik een nummer mocht schrijven over je verhaal. Ik denk dat het echt onwijs veel mensen kan helpen. En ook misschien kan helpen in een stuk verwerking om. En dat hoeft niet allemaal openbaar op Facebook. Nee, dat ga ik ook zeker niet. Maar wel dat men durft te vertellen wat er is gebeurd. En precies wat jij zegt, hè? Op het moment dat je het in het licht zet, dan trekt het die negatieve energie niet allemaal meer uit je lichaam, uit je lijf. Ja, op het moment dat het in het licht staat, hoef je niks meer te verbergen. Dus dan komt er zoveel ruimte. Maar je hebt een prachtig lied gemaakt, dankjewel. Ja. Ik wil je echt heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. Ja, was echt. Ik moest het ook kwijt. Ik doe dat in muziek. Ja. Ja.
Ik had al wel een keer eerder een gedicht geschreven. Ja. Ja, ik had al eens een keer een tipje van mijn sluier, van mijn bruidssluier opgetild. En nu de hele jurk. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, ook. Dat is heel mooi. Heel mooi om die erkenning te voelen. Nou. Cool. Dankjewel. Thank you.